Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 14 april en ik zal dus voor jullie weer de weekboodschappen trekken, dus voor de komende week, dus voor de week van 15 april tot en met 21 april. En dat zal ik doen uit dit deck, The Animal Whispers van Madeleine Walker. Hele mooie kaartjes over dieren en hun boodschappen. Dus ik zal dus beginnen vandaag met het sterrenbeeld vissen. Dus ik zal eerst kijken dus wat de boodschap is voor het sterrenbeeld vissen voor de komende week. Laat een beetje op zich wachten, lieve vissen. Maar we hebben geduld. Geduld is niet echt soms de sterkste kant van vissen. Dat weet ik zelf, want ik ben zelf ook een vis. Maar soms is het ook nodig dat we wat geduld hebben. Heel mooi. Prachtig. Dus de walvis. Hele mooie kaart. Je ziet er dus een paar walvissen samen. En er staat dus bij, we zingen een lied van liefde. En er wordt dus gevraagd, dus je ziet er ook allemaal lichtpuntjes, dus om het licht te zien in alles wat is. Ik weet dat er rondom ons soms heel wat chaos heerst, dat we niet altijd leuke dingen zien of horen, dat we horen dat er veel onrecht is of oorlog. En ja, dat is soms moeilijk om te accepteren. En als we daarover gaan nadenken, dan gaan we soms negatief gaan denken en raken we in een negatieve spiraal. Je ziet hier ook zo'n beetje een spiraal. Maar er wordt van je gevraagd dus om eigenlijk wel het licht te zien in jezelf en ook in andere mensen. Ook in de wereld, in alles wat is. En ja, dat is niet altijd gemakkelijk, maar als we weten dat we eigenlijk geboren zijn uit puur licht en pure liefde, en dat deze een beetje verloren is gegaan door hetgeen wat we meemaken, door hetgeen wat er allemaal gebeurt rondom ons, door onze opvoeding, dan is het misschien ook gemakkelijker om te begrijpen dat mensen die dus bijvoorbeeld veel hebben meegemaakt, dat deze ook niet altijd licht in het leven staan. En dat ze dan ook soms ook de donkere kant gaan kiezen. Maar het is belangrijk dus om ons echt wel te concentreren op het goede in iedereen. Dus iedereen heeft ook goede kanten. Ook al gedragen ze zich niet altijd zoals het moet zijn. Toch heeft iedereen dat licht in zich. Iedereen draagt dat licht met zich mee. En er wordt van je gevraagd dus om je echt te gaan concentreren op dat licht en op de liefde. In alles wat is. Dus het is een bijzondere opdracht, lieve vissen. Maar ja, het is misschien goed om er deze week eventjes goed over na te denken en hier ook mee aan de slag te gaan. Dus als je ergens ziet dat iemand zich wat raar gedraagt of je bent niet eens met hoe iemand zich gedraagt, kijk dan ook eens naar de goede eigenschappen van die persoon en probeer het licht te zien. Want wanneer we dus ons gaan concentreren op het licht, dan maken we dus ook de wereld wat lichter. En sturen we ook deze liefde de wereld in. En de wereld kan echt wel deze liefde gebruiken. Dus lieve vis, je bent meevoelend, je hebt veel compassie. Dus probeer je te richten op het licht en de liefde in andere mensen. En in alles wat er eigenlijk, in eigenlijk alles wat is. En probeer je ook een beetje weg te houden van de negativiteit. Want wanneer je dus veel negativiteit opneemt, dan ben je ook vaker geneigd om negatief te gaan denken. Zo, nu zal ik een kaartje trekken voor de waterman. Dus lieve waterman, wat is jullie boodschap? Oh, ook water. De dolfijn. Dus van de vissen had ik al de walvis en bij de waterman heb ik dus de dolfijn. We infecteren jou met vreugde. Ja, als ik ook een dolfijn zie, dan denk ik automatisch aan vreugde. Een dolfijn is speels en je ziet ze vaak ook met elkaar spelen. Dus er wordt van je gevraagd om vreugdevol te zijn, lieve waterman.
Speel eens wat vaker, misschien met die kinderen, met die kleinkinderen, met neven of met nichten of met je huisdieren. Hier is ook mijn lieve Rambo, mijn hondje, die ons ook eventjes aandacht komt vragen. Dus je kan ook gaan spelen met je huisdieren. Je kan iets leuks gaan doen wat je graag doet. Je kan iets gaan doen waar je vreugde bij voelt. Misschien kan je iets afspreken met vrienden of vriendinnen of een leuke activiteit gaan doen. Wat het ook is, wordt van je gevraagd dus om te genieten van het leven en om plezier te hebben. Want dat maakt het leven zoveel lichter. Heel mooi. Dan voor het sterrenbeeld Steenbok. Eens kijken wat de boodschap is voor het sterrenbeeld Steenbok de komende week. Ik ben benieuwd. Dus voor het sterrenbeeld Steenbok heb ik deze kaart. De eekhoorn. Heel mooi. Dat is dan van de vissen en de waterman was het water. Nu is het dus duidelijk de aarde. Dus de eekhoorn. Dus reinig je geest en sla alleen op wat eigenlijk nuttig is, wat je dient. Dus er zijn waarschijnlijk bij jou, lieve Steenbok, heel wat negatieve gedachten aanwezig. Ook misschien wat beperkende overtuigingen. Misschien denk je, ja, ik kan het niet of ik ben het niet waard of ik ben niet goed genoeg. Dat kunnen dus beperkende overtuigingen zijn die jou dus niet dienen. Want als je daar blijft in geloven, ja, dan raak je niet vooruit en word je als het ware tegengehouden. Dus er wordt van je gevraagd dus om die negatieve gedachten en ook die beperkende overtuigingen dus te gaan loslaten. Dus om in jezelf te gaan geloven, om dus te positief te gaan denken. En zo zou je dus ook vooruit geraken. Dus als je dus merkt dat je weer negatief gaat denken, dat je in een negatieve spiraal zit, dat je beperkende gedachten hebt over jezelf, wel, denk dan eventjes aan deze eekhoorn en probeer positief te zijn. Probeer deze negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. En probeer positief te denken over jezelf. Wanneer je dat doet, ja, dan trek je ook het positieve aan. En zal je ook merken dat je gemakkelijker vooruit gaat dan wanneer je bij de pakken blijft zitten en negatief denkt. Dan zal je ook weer moed krijgen als je positief denkt om echt werkelijk verder te gaan. En als je dus ook werkelijk gelooft dat jij het verdient, dat jij het waard bent en als je echt ook gelooft in jezelf, dan zal je ook de moed hebben om verder te gaan en ook dingen aantrekken die echt bij je passen. Dus denk positief, laat die beperkende gedachten los, geloof in jezelf. En alles komt goed. Heel mooi. Dan voor de boogschutter. Wat is de boodschap voor de boogschutter? Dat zijn er twee, maar ik ga dus kiezen voor één kaartje. Dus ik hoop dat ik dus één kaartje krijg voor de boogschutter. Duidelijke boodschap voor de komende week. En dat is deze eenheid. Heel mooi. Dus je ziet hier dus alle dieren die dus samen één geheel vormen. Die dus samen een verbintenis aangaan. En die niet oordelen over elkaar. En ja, er wordt van je gevraagd dus ook om te gaan zien dat je met alles en iedereen verbonden bent. Lieve boogschutter. Je bent dus verbonden met de mensen om je heen. Met de dieren, met de natuur. Met het universum, dus alles is één. En ik weet dat het al voor ons als mensen met ons eigen ego niet altijd gemakkelijk is om niet te oordelen. Dus niet te oordelen over jezelf en ook niet over andere mensen. Dat is niet gemakkelijk, dat weet ik. Want we zijn niet altijd akkoord met wat de ander doet. We zijn ook niet altijd akkoord met hoe wij handelen of als we fouten gemaakt hebben, dan zijn we ook vaak boos op onszelf
Dus ja, maar het is een hele uitdaging misschien, maar er wordt van je gevraagd, lieve boogschutter, om dus ja, te stoppen met oordelen over jezelf en over andere mensen. En dus om het licht te zien in alles en iedereen, ook in jezelf, en om dus te gaan beseffen dat we dus allemaal één zijn, dat we allemaal fouten mogen maken, dat we er allemaal mogen uit leven en dat we allemaal ons eigen pad mogen lopen. Dus dat is een hele mooie boodschap, lieve boogschutter. Boodschap, boogschutter. Ik haal dit even door elkaar. Dan voor het sterrenbeeld schorpioen. Dus wat is de boodschap voor het sterrenbeeld schorpioen? Dat is deze, de muis. Heel mooi. Sommige mensen zijn bang van muizen. Ik vind ze mooi. Ik kan er niet aan doen, maar ik vind het schattige diertjes. Het kan zijn dat je je klein voelt, maar je bent sterker dan je eigenlijk denkt. Dus het kan inderdaad zijn, lieve schorpioen, dat je je een beetje klein voelt en nietig. Je denkt misschien ja, dat je niet echt ja, actie kunt nemen of dat je geen verandering kunt aanbrengen. Misschien denk jij dat jij het verschil niet maakt, dat je niet belangrijk bent. Maar dat ben jij dus wel. Jij hebt hier een belangrijke taak, lieve schorpioen. Jij bent hier met je unieke taak op de wereld gekomen. En er wordt van je gevraagd dus om deze unieke taak te vervullen. Soms komen er uitdagingen op je pad. En ja, het is soms wat oncomfortabel. Je weet niet altijd goed hoe je deze uitdagingen moet oplossen. Maar je bent echt heel sterk. En dat wil deze muis je tonen. Je bent sterker dan je bent. Dus jij kunt deze uitdagingen overwinnen met je innerlijke kracht, maar er wordt van je gevraagd om vooral door te gaan. Dus en om je unieke taak hier op de wereld te vervullen. Een hele mooie boodschap. Dan voor het sterrenbeeld weegschaal. Dus we gaan eens kijken wat het sterrenbeeld is. Wat de boodschap is voor het sterrenbeeld weegschaal. De zebra. Ook heel mooi. Dus de zebra. Wordt één met de kudde. Ja, hier, lieve weegschaal, jij bent dus het teken dat graag verbintenissen aangaat, die heel graag harmonie heeft in de groep. En misschien voel jij je nu een beetje afgescheiden. Je voelt je zo'n beetje het buitenbeentje. Je denkt dat je er niet bij hoort, maar dat doe je eigenlijk wel. Er wordt vooral van je gevraagd om je dus niet voortdurend aan te passen aan andere mensen. Wees dus jezelf. Wees hoe je werkelijk bent. En wanneer je dus je ware zelf bent, zul je dus ook andere mensen gaan aantrekken die met je resoneren. Wanneer je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort, lieve weegschaal, dan kan het zijn dat de mensen waarmee jij omgaat, dat deze niet bij je passen. Dus misschien is het goed om dat los te laten. En dus om echt je ware zelf te gaan zijn. En dus te gaan kijken ja, wie je dan aantrekt of welke vrienden er wel nog steeds voor je zijn. Want als ze nog steeds van je houden, ondanks dat je echt je ware zelf toont, dan kan je dus echt wel geloven dat deze mensen echt bij je horen. En dat het echte vrienden zijn. Maar wanneer je dus je ware zelf bent, dan ga je dus ook mensen aantrekken die goed bij je passen. Dus, lieve weegschaal, er wordt van je gevraagd om je ware zelf te zijn. En om je dan te gaan verbinden met mensen die echt met je resoneren. Dat is dus de boodschap voor jullie. En dan ga je dus ook de harmonie ervaren ja, waar een weegschaal zo naar verlangt. Dan voor het sterrenbeeld maart. Ja, de maart. Ik moet altijd even denken als ik het in een andere volgorde doe. Dus sterrenbeeld maart. Voor de komende week.
heb een gekregen. Dat is ook een hele mooie. Door Willa. Een heel wijs dier. En een prachtige foto. Heel mooi. Prachtige foto toch? Een gorilla met zijn jong. Heel liefdevol. En als je zo kijkt naar de gorilla, dan vind ik dat echt een wijs dier. Je ziet zo de wijsheid in zijn ogen. Heel mooi. Kan ook al een boodschap zijn, lieve maagd, dat je dus een wijs iemand bent. En dat je dus je wijsheid mag gebruiken dus voor ja, uitdagingen op te lossen in je eigen leven. En ook om anderen ermee te helpen. En hier staat er dus ook tederheid in sterkte, in kracht. En kracht wordt vaak gezien als iets wat agressief is, als iets wat gevreesd wordt. Maar kracht kan ook heel goed zijn. Het kan zijn dat je... Ja, dat je dus meer je eigen innerlijke kracht mag gaan tonen. Dus naar jezelf toe. Ik heb het gevoel dat mijn camera niet goed focust. Maar ik doe mijn best. Ik kan dat niet altijd aan doen. Misschien is het een beetje door het licht. Ja, dus kracht is eigenlijk ook een grote sterkte. Dus je mag dus je eigen innerlijke kracht meer gaan inzetten. Dus om je eigen uitdagingen te overwinnen. Maar je mag ook je kracht tonen naar anderen toe. Wanneer jij een voorbeeld bent voor andere mensen, dan gaan ze ook jouw voorbeeld volgen. Als jij toont dat je krachtig bent, dat jij uitdagingen kunt oplossen, dat je dus ook ja, je eigen wijsheid daarover deelt, dan zullen andere mensen ook geïnspireerd worden om dat ook te doen. Dan kunnen ze ook meer naar hun eigen kracht gaan luisteren, hun eigen kracht inzetten om bepaalde uitdagingen te overwinnen. Dus lieve maagd, wees een voorbeeld voor andere mensen. En vrees je kracht niet, want ja, je kracht is een mooi iets. Dus zet dat in, dus om je eigen uitdagingen te overwinnen. En om andere mensen hier ook mee te inspireren. Ik heb het gevoel dat je mensen kan helpen met je wijs advies. Dat je dus ook een voorbeeld kunt zijn voor andere mensen, lieve maagd. Dus ja, doe dat dan ook. Dat is heel mooi. Dan voor het sterrenbeeld leeuw. Dus wat is belangrijk voor het sterrenbeeld leeuw de komende week? En daar is hij. Dus de walvishaai. Ik wist niet dat dat bestond. Maar blijkbaar dus wel de walvishaai. Dus manifesteer je dromen nu. Dus lieve leeuw, wat je dromen ook zijn, het is tijd om actie te nemen. Je bent een leeuw, je staat graag in het spotlicht. Je neemt graag actie. Dus ja, doe dat dan ook. Twijfel niet langer. Misschien denk je nog steeds dat je niet goed genoeg bent of dat het niet zal lukken. Maar er wordt van je gevraagd dus om eigenlijk je dromen en je wensen te gaan manifesteren. Dus wat daarin belangrijk is, is dat je in lijn bent met vier dingen. Dus met hoe je denkt. Dus denk positief over wat je wil gaan manifesteren. Visualiseer het ook regelmatig. En praat daar ook zo over. Praat er positief over. Praat erover met het universum over wat je graag zou willen. En spreek ook de woorden uit, vraag hulp, maar hou het positief. Dan is het goed ook om te gaan voelen hoe het zou voelen als je dromen eigenlijk werkelijk zijn geworden. Dus heb ook dat gevoel in je hart zo, dat gevoel van dankbaarheid. Zeg ook bijvoorbeeld, ja, ik ben dankbaar dat dit in mijn leven is. Misschien is het nog niet in je leven, maar doe alsof het al in je leven is en wees er ook dankbaar voor. En dan mag je ook echt wel actie gaan nemen, doelgericht actie nemen en stappen zetten, dus om je doelen te manifesteren. Dus dat is een hele mooie, krachtige actiekaart, lieve leeuw. En ze wordt van je gevraagd dus om je dromen te manifesteren.
En dat je het ook nu mag doen. Het is heel belangrijk om het nu te doen. Maar er staat dus, manifesteer je dromen nu. Dan voor het sterrenbeeld kreeft. Oei, ik heb andere kaartjes, maar ik ben verkeerd. Het zijn deze. Voor het sterrenbeeld kreeft. Dus, de moray aal. Ik weet niet hoe het is in het Nederlands, maar het is dus de moray en het eel is een aal. Dus het is dus een aal. Veel waterkaarten. En je bent ook een waterteken, lieve kreeft. Dus creëer sterke grenzen. Ik denk dat het een elektrische aal is. Zo'n aal die dus elektriciteit produceert. Dus als ze willen aankomen, dat ze dus elektrische schokken geven. En ja, jij hoeft dus geen elektrische schokken geven om je grenzen te stellen. Maar er wordt van je gevraagd dus om vaker nee te zeggen als het niet goed voelt voor jou. En dus ja, acht je grenzen wel te stellen naar anderen toe. Misschien, ja, je bent een kreeft, je zorgt graag voor andere mensen. En dat weten ze ook. En daarom komen ze vaak bij jou aankloppen. Maar soms past het ook niet voor jou. Soms heb jij iets te doen of wil je zelf je focussen op iets anders. Of heb je simpelweg geen tijd. Of ben je zelf bezig met bepaalde uitdagingen op te lossen of heb je bepaalde problemen? Wel, zeg dan duidelijk aan de mensen dat het nu eventjes niet voor je past. Dat je graag wilt helpen, maar dat het nu niet lukt. En stel dan ook duidelijk je grenzen hierin. Durf ook nee te zeggen. Dat is echt heel belangrijk. Je hoeft niet altijd jezelf weg te cijferen om een ander te helpen. Het is ook belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Dus durf nee te zeggen, lieve kreeft. Je hoeft niet altijd klaar te staan voor een ander. Het is mooi dat je dat doet, maar je moet ook voor jezelf zorgen. Je moet dan ook goed voelen voor jou. Dan voor het sterrenbeeld. Tweelingen. De egel. Heel mooi. Dus, stekels duwen mensen weg, dus toon je zachtere zijde. Ja, ik heb het gevoel, lieve tweelingen, dat jullie dus een hart schild rondom jullie hebben, rondom je hart, zodat je dus moeilijk mensen toelaat. Dat kan zijn omdat je dus ja, misschien in het verleden werd gekwetst, dat je nu bang bent om je kwetsbaar op te stellen, zodat je dus je wilt beschermen ja, tegen gekwetstheid. Of ja, dat andere mensen je niet meer zouden kunnen raken. Dat is goed dat je die beschermingen rondom jou gezet hebt. Maar weet ook dat er nog goede mensen zijn. Niet iedereen is slecht. En er zijn bepaalde mensen die dus ja, wel je liefde en je aandacht verdienen. Dus misschien is het goed om je wat meer open te stellen naar die mensen toe. Ga eventjes voelen of je hen kunt vertrouwen. Vraag ook hulp aan je lichtteam en vraag hen om alleen mensen op je pad te sturen die het goed met je menen. Maar wanneer ze het goed met je menen, kun je dat ergens wel voelen. Als dat niet zo is, zal je altijd via je intuïtie zo wat tekens krijgen. Dat zo bepaalde dingen niet goed zijn. Ik weet, als je dan van iemand houdt, is het soms moeilijk om naar die tekens te luisteren. Want dan denk je, oh, ik denk het maar. Of het is waarschijnlijk geen waar. Omdat je het ook niet graag wilt geloven. Maar toch zijn die tekens er. Je zult het voelen zo. En dan ben je zo'n beetje in strijd met die tekens. Maar wanneer het dus echt wel goed voor je voelt, dan kan het ook wel goed zijn dat je deze mensen mag vertrouwen. Als je een goed gevoel hebt bij mensen en je voelt geen ambetante tekens die je komen waarschuwen, dan mag je die mensen ook wel vertrouwen. Dus durf je wat vaker open te stellen voor andere mensen en breek dat schild af, lieve tweelingen. Het is natuurlijk nog altijd goed om je te beschermen tegen mensen die het niet goed met je menen, maar probeer dat ook te voelen. Of je deze mensen mag vertrouwen of niet. Dan voor het sterrenbeeld stier. Eens kijken wat dus de boodschap is voor het sterrenbeeld stier. Het vallen er allemaal uit.
Wat is de boodschap voor het sterrenbeeld hier? Het konijn. Heel mooi. Het konijn. Schattig ook weer. Dus erken al jouw vaardigheden. Jij hebt alles in je wat nodig is. Dus misschien wil je nog steeds verder studeren of verder leren, lieve stier. En daar is niets mis mee. Maar jij denkt vaak dat je nog niet genoeg vaardigheden hebt. Dat je het nog niet genoeg kunt. En daarom wil je nog steeds verder kennis opdoen. Met kennis op te doen is er niets verkeerd. Dat is helemaal goed. Maar je hebt eigenlijk al alles in je wat nodig is om te slagen. Dus wat je ook wilt gaan doen, wat je ook wilt gaan in de wereld zetten, wat je wilt, welke plannen je ook tot uitvoering wilt brengen, jij hebt al de vaardigheden die in je zitten en je bent goed genoeg zoals je bent. Dus ook als je denkt dat je niet goed genoeg bent, je bent echt wel goed genoeg en je bent goed zoals je bent. Dus dat is een mooie boodschap, lieve stier. Dan de laatste in de rij, de ram. Sterrenbeeld ram. Ik dacht dat ik eentje gekregen had, maar het waren er twee. En hier ook, denk ik. Ja, te veel. Ik wil dus één duidelijke boodschap, lieve ram. Dus wat is dus de boodschap voor het sterrenbeeld ram voor de komende week? Het zijn er weer twee. Dat is één duidelijke boodschap. Weer twee. Ja, ik heb er dus één gekregen. En mijn kaarten liggen overal. De schelpad. Kom uit je schelp. Dus, lieve ram, je mag jezelf laten zien. Een ram is iemand die zichzelf graag laat zien. Maar misschien ben je een beetje onzeker. Misschien ben je een beetje bang om jezelf te tonen. Om te tonen wat je echt in je mars hebt. Dus toon jezelf, lieve ram. Dat is ook wat jij doet. Jij neemt actie, je toont jezelf. Je bent trots op jezelf. Dus kom uit je schulp en toon jezelf. Toon je vaardigheden en deel deze met de mensen. Het is een korte boodschap, maar een mooie, lieve ram. Je mag echt jezelf tonen. En echt wel trots zijn op wat je kan. Dus deel dit met de mensen om je heen. En kom uit je schelp. Heel mooi. Prachtig. Zo, dit waren dus de sterrenbeelden. De boodschappen voor alle sterrenbeelden. En dan ga ik nu ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken. Dus waar jullie dan een kaartje kunnen uit kiezen. Dus nummer 1. 2. En nog eentje. 3. Zo. Ik heb er 3. Dus 1. Kaartje 2. En kaartje 3. Dus wat trekt u nu het meeste aan? 1. 2 of 3. Zo. We zullen beginnen met kaartje nummer 1. En dat is dus deze. De heldere kwarts. Dus dat is een beetje hetzelfde als bergkristal. Laat jezelf al je emoties voelen. Je hele regenboogspectrum van gevoelens zendt jou belangrijke boodschappen en begeleiding. Dus er wordt van je gevraagd dus om naar je gevoelens te luisteren. Ik weet dat naar je gevoelens luisteren soms moeilijk is, zeker als het negatieve gevoelens zijn, zoals boosheid, verdriet, angst. Maar ja, er wordt van je gevraagd om daar toch naar te luisteren, want deze gevoelens willen je iets vertellen. Dus schuif deze gevoelens niet zomaar aan de kant. Ga eventjes zitten, keer jezelf eens naar binnen en stel jezelf dan de vraag wat deze gevoelens je willen vertellen. En misschien kun je daar dus ook belangrijke boodschappen uithalen. Dus dat is dus de boodschap voor de mensen die dus kaart nummer 1 hebben gekozen. Dan kaartje nummer 2 is deze, peridot, een mooie steen. Ik heb hem hier zelf aan, ik heb hier dus een hartje met peridot. Ik vind het een hele mooie groene heldere steen, heel mooi. Levenslessen.
Je kan je vrij maken van negatieve patronen die dus regelmatig voorkomen in je leven. Door te gaan bidden en te weten dat deze lessen je zegeningen zullen brengen. Maar je moet dus eerst de les begrijpen. Dus er komen misschien in je leven bepaalde dingen voor. Dingen die zich herhalen. Bijvoorbeeld, ik zal nu maar een voorbeeld geven, slechte relaties, maar dat kan ook iets anders zijn. En wanneer je dus niet ziet wat deze patronen je willen leren, dan komt dit regelmatig terug. Dus wanneer jij dus die lessen gaat inzien en die lessen gaat leren, dan zal die situatie dus ook uit je leven verdwijnen. Ik zal dus even een voorbeeld geven met die slechte relatie. Het kan dus zijn dat je altijd partners aantrekt die zo wat dominant zijn of die jou niet respecteren. Maar dan kan de les zijn dat je dus eigenlijk echt wel meer zelfrespect mag hebben. Dat je dus ook jezelf mag gaan waarderen en mag gaan zien dat je een prachtig mens bent en dat je het allerbeste verdient. En wanneer je dat niet beseft, dan zullen deze slechte relaties voortdurend terugkomen. Maar wanneer je dus je waarde gaat inzien en gaat gaan inzien dat je het allerbeste verdient, dan kunnen er mooie relaties in je leven komen. Dus als je de les ziet, dan verdwijnt ook het negatieve patroon. Dan kaartje nummer 3 is deze, de opaal. Laat jezelf sprankelen en schijnen. Laat jezelf zien, ook je kwetsbare kant, en toon hoe je eigenlijk bent en hoe prachtig je bent. Dus er wordt van je gevraagd om dus je licht te laten schijnen. Met dat licht kun je dus andere mensen gaan helpen, gaan inspireren. Dus toon dus hoe je werkelijk bent. Doe wat je voelt dat goed voelt voor jou. Help mensen waar het nodig is en laat dus je eigen innerlijke licht en je haven en talenten naar buiten komen en laat je licht schijnen. Hele mooie boodschap, nummer 3. Zo, dit waren dus de kaartjes voor de komende week. Ik hoop dat ze je wat met je resoneren en dat ze dus ook wat inspiratie hebben kunnen brengen. Ik wens jullie alvast een hele fijne week toe en tot volgende week. Daag!